Hello, everyone. Hallo allemaal, dit is Gunny. En ik ga even een filmpje maken voor een vriend van mij. Ik zal zijn naam niet noemen, want dat vindt hij niet leuk, maar even laten zien. Ik heb voor mijn eerste frigate in No Man's Sky, ik heb helemaal geen idee hoe dit allemaal moet. Maar ik ga dat even proberen te laten zien, wat ik zo ver gekomen ben. Maar dit is in ieder geval mijn meest gebruikte schip. Scheepje. Een lelijk ding, maar hij doet het goed. En dan heb ik hier nog drie. Dit is mijn vliegende kast. Ik zal er in die gaan. Kijk eens jongens, daar heb je alle spullen. Als ik nou een schip moet repareren ofzo, dan kan ik deze gewoon oproepen. En dan zitten daar alle spullen in die je nodig hebt om reparaties uit te voeren. Dan hoef je niet allemaal te verzamelen, dat hou ik gewoon, probeer ik een beetje bij te houden. En dat zit hierin en dan kan ik alles gewoon doen. En dan kan ik het schip repareren en dan, als ik er niks aan heb, verkoop ik hem. En dit is kast nummer 2. En er zitten allemaal dingen in die ik niet zoveel gebruik en waar ik nog niet helemaal achter ben wat ik daarmee moet. Ik heb van een aantal heb ik verzameling en de rest die ik vind, dat heb ik allemaal verkocht elke keer. Maar ik heb nu al gezien dat je deze dingen wel kan gebruiken, dus die heb ik ook nog niet echt weggedaan volgens mij. Maar als ik het niet weet, dan kan ik de stopkast hierin. En dit is mijn extra, als ik iets meer vuurkracht nodig heb, of weet ik veel. Daar zit ook nog wat spullen in wat ik niet kwijt moet, maar dan kan ik deze pakken, want die is net iets beter dan die andere. Alleen heel apart, dit is dus het scheepje waar ik mee begonnen ben. Het allereerste schip. En ik kwam er dus pas geleden achter, ik had hem niet weggedaan, maar ik had al een andere uitgezocht. Maar als je hier naar kijkt, dan kan je hier dus 21 vakken in plaatsen. En ik heb nog geen ander schip gevonden die dat ook heeft. Dus hij heeft dan misschien hier niet superveel vakken. Maar als je deze dus allemaal vol zou maken, dan gaat dit er allemaal uit. En dan, als ik het goed geteld heb, dit is dan 25. Wat je dan voor spullen kunt gebruiken. En hier kan je dus 21 items in stoppen. Voor technologie en upgrades en weet ik veel. En ik heb nog geen schip gezien die zo groot vak heeft. Daar ben ik naar op zoek. En dan een die wat leuker is. Die er wat mooier uitziet. Maar zolang ik dat nog niet gevonden heb, dacht ik ga ik deze weer gebruiken. Dus ik heb hem nou al naar A-klasse upgegraden. En probeer af en toe een vak erbij te kopen. Maar dit is uiteraard wel weinig. En meestal doe ik die dan hierin. Dan kan ik daar wat uithalen. En dan hoop ik dat als ik een... ik blijf deze gewoon verder totdat ik een betere heb. En dan gaan we daarmee. Goed, dan gaan we nu even een schip bekijken. Dit is niet de trap. Oh. Gesprekjes. Even kijken of hij een leuk schip heeft. Kijk, dit is heel vaak maar 7 stuks. In plaats van 21. En dan kan dit vak soms wel groter zijn. Maar als je dit dan bij die andere optelt, dan heb je aan dat kleine scheepje dus meer ruimte als wat je met die grote hebt, die hier meer vakken heeft. Want die moet je technologie dan in dit stoppen, want je hebt hier maar 7.
Soms heb ik al 14 gezien, maar 21 ben ik nog niet tegengekomen. Nou ben ik nog geen maanden aan het spelen, dus dat weet ik niet of die er zijn. 15 sloten is hetzelfde als wat ik nu heb. Nou, dat gaan we niet doen. Ook al ziet hij er wel aardig leuk uit. Behalve de kleur dan. Ik zal even dit schip selecteren. Waar is die? Ik heb deze frigate nou een half uur of zo, dus ik snap er nog helemaal geen moer van. Nou is deze geselecteerd, dan kan ik bij zijn inventory met alle mooie spullen erin. Kijk, dit is dus de hangbaar, de hangbaar, weet ik niet dat. Hangbaar. 9 vakken, 3, 6 voor jouw eigen schepen. En dan 3 voor luikjes die binnenkomen en die vertrekken. Net als die ene waar ik net even mee stond te praten. Nou, verder is dit niet zoveel. Gaan we nu naar boven. Nou, wat ik nou gezien heb, is dat je hier heb je dus een. Oh nee. Dat is hier dan. Hier ga je omhoog en dan dat is de brug. En dan heb je hier dus. Hier kan je dus allemaal dingen bouwen. Dingen plaatsen. Gaan we een bouwmenu even openen. Je kunt het echt helemaal verbouwen, begrijp ik hieruit. Allemaal dingen, je kunt het groter maken waarschijnlijk. Dit zijn de kluizen. Even kijken, laten we eens even zo'n ding plaatsen. Hier kom ik binnen. Of niet? Ja, hier kom ik binnen, dus dan gaan we hier in de buurt. Even zo'n ding plaatsen, want ik wil niet constant overal heen hoeven lopen. Het staat helemaal nergens op. Nou, ik heb de spullen er niet voor. Dat moeten we eerst even fixen. Brandstof erin. En verheid erin. Mijn excuses, een alarm. Dat is eerst wel genoeg. Bouwmenu.
Oh, ik zit verkeerd te doen. Nou, het zit ook niet echt zo aan de dijk, geloof ik. Dus gaan wij even wat meer doen. Dit zijn dus alle materialen die je nodig hebt om dingen te bouwen. Die kan je dus verzamelen op planeten en zo. Dit ding kan je in je inventory stoppen en die kan je gewoon meenemen. Ik laat hem even staan, maar ik weet niet of ik hem nog nodig heb. Nou, gaan we nog een keer proberen. Ik heb geen idee waar je dit nou allemaal kan plaatsen. Oh, daar. Hier kan ook. Ja. Ja, hier wil dat. Daar kan ook. Nee, schijnbaar niet. Daar kan ook. Nou, dan doen we hem hier, doen we hem daar zo. Boop. Wat is dit? Ja, wat zou dat zijn? Nou, hier komt ie. Cel. Dan kan je dus dingen verkopen en kopen. Kijk, nou zit hij hierin. Daar heb je hem. Nou, ik moet nog iets doen, maar wat weet ik niet. Je moet naar die man toe of zo. Wat is dit? Die zijn uitgestuurd om een missie te doen. Ik wist helemaal niet dat ik dus een extra schip had. Maar goed, dat komt allemaal nog. Geen idee of dit handig is. Maar het lijkt niet te willen. Nou, erop. Kijk, nou, die kan niet tussen. Mooi zo. Wat is dat? Dus aan boord kunnen we dus ook dingen verbouwen en zo. Daar heb je dan iemand voor die dat regelt. Die moet ik dus nog ergens zien te vinden dan.
alle ervaren spelers zullen wel afvragen wat is die jongen allemaal aan het doen. Daar kan niet. Oké, dan. Nou, die staat ook. Hallo. Ik krijg een collega bij. Dan heb ik twee terminals gebouwd. Nog even weten wat je allemaal kunt met die. Oh ja, GFC. Kijk, dit ding is het eerste ding wat ik gemaakt heb. Wat pak je GFC? Trouwens, dit is heel erg gaaf. Maar die heb ik nou niet. Heel stom. Ik weet niet waarom ik die nou hier niet heb. Hoewel die er wel in zit. Komt er niet bij. Nou ja, ik zal dit even laten zien. Hier kan je dus ook nog van alles bouwen en dan heb je hier een hele grote ruimte. Daar kan je dus gewoon heel veel bouwen en ik begreep uit het filmpje dat je ook nog omhoog kunt. Je kunt het ook nog hoger maken als je dat wilt. Dus laten we even eens kijken of we zo'n woord kunnen neerzetten. Nanotubes, 4 carbon en 2 en die andere 4. Wat hebben we nog meer nodig? Gezondheid. Apparaat. Hier komen we eruit.
daar kan je niet bouwen, zie ik. Dus die moet gewoon zo dicht mogelijk bij de uitgang zitten. En als ik dan de veld moet fixen, dat dat dan kan. Zonder gedoe. Oh, wacht, ik zit helemaal niet op te letten. Ik weet niet of ik die raar neem, maar dat denk ik niet. Dat zit hier niet in, in ieder geval. Kijk, dit zijn de vakken van het schip. Wat dit is, weet ik allemaal niet, maar dat gaan we nog uitzoeken. Nou, laat die maar daar zitten zo. Nou, hoef je niet, dat steeds te doen. Zullen we de naam eens even gaan veranderen? Even wat op internet opzoeken. Misschien dat ik dit nog wel edit, maar dat zie ik nog wel. Nou, dat wil niet helemaal goed. Tralalalala. Mensen die Halo gespeeld hebben, die moeten wel ongeveer weten wat ik nu heb opgeschreven. Want daar komt zo'n schip in voor en dat heet de Pillar of Autumn. Autumn is herfst. En nou wil ik natuurlijk niet een naam pikken die al gebruikt is, want dat is een beetje saai. Maar ik vond dat altijd heel erg gaaf, dus ik heb dat gewoon even een nieuwe versie van gemaakt. Nou, zo ziet dit er een beetje uit. Dit zijn de menus. Sterrenschip. Breker. Er moet nog van alles aan gebeuren dus.
En de rest moet ik nog uitzoeken. Dus dat was het, dan ga ik nu even stoppen. Veel plezier en tot de volgende keer.